In deze korte video ga ik het hebben over lijstjes in Snapseed. Wanneer je klaar bent met je foto, zou je er een lijstje omheen kunnen gooien. En ik doe dat af en toe wel eens en ik vind dat best grappig. Lijstjes vind je door hier op het potloodje te klikken en dan heb je daaronder frames staan. En als je dat opent krijg je tal van frames voor je neus. In totaal als je even naar rechts scrolt, het zijn 23 verschillende varianten. En als je er gewoon eentje aanklikt dan wordt dat toegepast. Bijvoorbeeld een wit frame met afgeronde hoeken. Het enige wat je eigenlijk kunt bepalen, dat is de framebreedte. En dat doe je gewoon heel eenvoudig door naar links of naar rechts te wijzen. En je foto wordt eigenlijk niet aangepast, het frame valt erover. En als je een dik frame hebt, een grote framebreedte, dan komt het frame naar binnen en verlies je dus iets van je foto. Dus hou dat een klein beetje gewoon in smaak. Als je hieronder op frames klikt, heb je tal van frames om uit te kiezen. En je ziet in dit geval hebben wij frame 3 uitgekozen. Maar als ik bijvoorbeeld op frame 4 klik, dan krijg ik een hele andere rand. En je ziet in dat icoontje iets raars staan. Je ziet twee kleine blauwe pijltjes. En dat betekent dat je varianten van dit filter kunt maken. Klik ik bijvoorbeeld nog een keer op 4, let even op wat er op de foto gebeurt. Dan zie je dat mijn variatie van het frame net iets anders wordt. Het is niet onbeperkt, er zitten een paar variaties in. En zo ook als je dus bijvoorbeeld nou, deze filmrand kiest. Zeg dat we deze breedte doen. Ook daar heb je een aantal varianten in. En je kunt dus vanzelf kiezen wat je leuk vindt. En zo zie je eigenlijk dat het kinderlijk eenvoudig is om met frames te werken. Vandaar dit ook maar gewoon een heel kort filmpje. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!